Het stiekeme gevaar van roken. Wat we allemaal weten, dat is hoe ontzettend ongezond dat roken is. Je aderen slippen wat dicht, je hart moet 25% harder gaan werken om al dat bloed nog door je bloedvaten te pompen. En dat niet alleen maar ook om al die gifstoffen te kunnen verwerken en dat is natuurlijk al heel wat. Het is slecht voor je longen, je, je wordt wat kortademiger, je hebt, je hebt dus gewoon minder lucht, het ruikt heel, heel naar, althans dat vind ik intussen. En uh, ja, je moet wel vaker je kleren uitwassen. Je, zit, uh, je, bent, uh, gezellig. je bent gezellig met iemand aan het kletsen. En je moet er eventjes naar buiten om een sigaretje op te steken, bijvoorbeeld. Het is tegenwoordig ook niet meer sociaal om te roken. Dus alleen maar ongemak van het roken. En het gekke is: iedereen die rookt, die wil er doorgaans mee stoppen. Alleen die heeft altijd een reden om dat stoppen met roken uit te stellen. Dus iemand die vandaag rookt. Die zal zeggen, nou, ik heb het momenteel nog een beetje te druk. Ik wil er wel een keer mee stoppen hoor. Maar dan moet ik eerst even mijn drukte achter de rug hebben. Dan, ja, maar nu even niet. Over een maand of drie wellicht. Weer iemand anders die zegt, 1 januari ga ik stoppen met roken. Als het juli is, als het 1 juli is en iemand zegt, 1 januari ga ik stoppen met roken, dan is het vrijwel zeker dat je op 1 januari bijna twee keer zoveel rookt dan vandaag. Zo werkt het ongeveer. En waarom we zo in elkaar zitten. Ja, ik kan het je wel uitleggen, maar dan zijn we nog een uur. Dan zijn we straks een uur verder. Maar belangrijk is even om te weten hoe dat dat ongeveer werkt. Het grote gevaar van dat roken is dat je geconditioneerd, dat je jezelf conditioneert in uitstelgedrag. En dat doe je dus door iedere keer dat stoppen met roken uit te stellen. Maar als je stoppen met roken telkens uitstelt, dan betekent dat automatisch dat je andere dingen ook gaat uitstellen omdat je geconditioneerd bent. Je hebt iedere keer weer een excuus om niet vandaag te stoppen. En, ja, en als je dat met andere dingen doet, dan betekent dat automatisch dat alles waar je mee bezig bent, duurt gewoon heel veel langer. En je bent dus heel veel minder productief als dat je zou kunnen zijn. En waarschijnlijk is dat 25% minder productief. Minimaal. Ja. Maar er is nog een gevaar. En dat is op het moment wanneer je wilt stoppen met roken. en je doet het niet. en je blijft gewoon doorroken. en je bent een verstokte roker. dan ben je aan het werk, maar dan heb je toch tijdens dat werk behoefte aan een sigaretje. Dus je zondert je wat sneller even af. met een of andere rotsmoes. om maar even een sigaretje te kunnen roken. Zodra jij je even afzondert voor een sigaretje te roken. dan duurt het alles bij elkaar. waarschijnlijk ongeveer een half uur. Of langer, voordat je weer op hetzelfde niveau bent eh, als dat je wegging eh, om een sigaretje te roken. Zo lang duurt dat. En als je dan overdag tien keer een sigaretje gaat roken, kost het je tien keer dertig minuten. Ja, dat is nog wat. Dat kost je vijf uur op een dag. En bijna niemand staat daarbij stil. Het is vrijwel zeker dat als je rookt. En er vandaag mee stoppen dat je waarschijnlijk op het werk. tot twee keer meer productief kunt zijn. Ja, en dat is aardig wat. Dus dat is het andere nadeel daarvan. En mijn advies is sowieso om altijd te stoppen met roken. En, 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 en is dat ingewikkeld? Nee. Stoppen met roken is een van de makkelijkste dingen die er zijn. Op voorwaarde op dat je er later nooit meer over gaat nadenken. Zodra je gaat nadenken, doe je later weer een stap achteruit. Als je vandaag stopt op, 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 op wilskracht. Ik moet en ik zal stoppen met roken. En je doet dat op wilskracht, dan gaat het in de min van tijd weer, weer mis. Maar je weet verdomd goed hoe slecht het is om te roken. Je beseft heel goed dat stoppen met roken. jou heel veel voordelen gaat geven. en waarschijnlijk ook je familie en de mensen om je heen. En dus je mag een besluit nemen. En heb je daar moeite mee? Je zou allicht nog eens even op onze Mindtuning site kunnen kijken. Daar hebben we een online training. Stoppen met roken. En je zou er gebruik van kunnen maken. En zelfs mijn broer, die zei laatst tegen me. En ook een verstokte roker. Die zei laatst tegen mij: hey Pieter, ik heb jouw online training gekocht. En ik ben gestopt met roken. En vervolgens is mijn vrouw ook gestopt met roken. Die heeft hem ook gevolgd. Nou, ik was maar wat blij. En dus als jij het idee hebt dat je dat niet helemaal alleen kunt, zo'n online training. Die gaat je beslist helpen om te stoppen met roken. Wat het je gaat opleveren, is heel wat meer dan een gezonder lever. Je wordt gewoon veel en veel productiever. En je gaat afspraken met jezelf makkelijker nakomen. Hey, succes!